In de vorige uitzending sprak ik met dokter Prevot, huisarts in Kadir en Keer, over dementie, ouder worden, ouderdomskwalen en of er de mogelijkheid is om daar zelf iets aan te doen, om dat te voorkomen, om het uit te stellen. Hij haalde aan dat ook hier een fysiotherapeut een belangrijke rol kan spelen. Daarom praat ik vandaag met Bas Bertrand. Hij woont in Margraten en is fysiotherapeut in Maastricht. Bas, wat zijn de mogelijkheden bij een fysiotherapeut om te trainen als je ouder wordt of iets mankeert als je ouder bent? Nou, als eerste wordt er gekeken naar de hulpvraag van de patiënt. En waar heeft hij last van? Sluit dat aan bij fysiotherapie en kunnen we daar iets aan doen? En vervolgens stellen we dan heldere doelen op die wat we willen gaan behalen middels fysiotherapie, trainen, sporten. En vervolgens gaan we daar hard mee aan de slag met z'n tweeën. Nu zie ik bij jou allerlei apparatuur staan. Het kan dus denk ik niet bij iedere praktijk. Nee, apparatuur is een heel belangrijk onderdeel van sportief bewegen. Je kunt zeker natuurlijk heel sportief bewegen door gewoonweg 30 minuten elke dag te gaan wandelen. Wat ook eigenlijk heel normaal is binnen de Nederlandse norm gezond bewegen. Die beveelt dat ook aan. Maar desondanks heb je wel natuurlijk apparatuur die wat een bepaald gebied kan versterken, verstevigen. Hè, maar ook juist aan de conditie kan werken. Ja, juist natuurlijk als mensen iets gaan mankeren en niet kunnen wandelen. Zeker, we kunnen daarmee met aangepaste oefeningen kunnen we natuurlijk het doel, de hulpvraag gaan bereiken. En zo werken we eventueel weer terug naar het weer kunnen wandelen of andere activiteiten weer kunnen volbrengen. Naast natuurlijk de reguliere sportscholen, wat natuurlijk heel goed is om daar ook te sporten, hebben wij natuurlijk ook nog iets meer kennis in huis. Daarnaast nog specifieke apparatuur, die wat je heel vaak direct op de sportschool tegenkomt. En daardoor kun je dus wat meer bereiken. Hoe belangrijk is het als je ouder wordt om je bloedsomloop op peil te houden? Nou, heel belangrijk. Hè. We weten steeds meer, hè, uit wetenschappelijke studies laten dat ook blijken, dat bewegen gewoonweg je fit houdt. Ook de risicofactoren doet verlagen tot het krijgen van bijvoorbeeld dementie, Alzheimer, suikerziekte, noem maar op. Dat zijn allemaal factoren waarbij bewegen een heel positief effect heeft. Ik zie hier diverse, ook ouderen, hè, ook jongeren, die hier aan een conditie werken en die hier behandeld worden. Mm-hmm. Maar voor ouderen, die moeten toch vaker komen. Hè? We zien hier mensen die toch enige keren per week komen. Zijn daar nou speciale mogelijkheden of tarieven voor? Ja, er zijn speciale mogelijkheden. Op het moment dat iets niet bijvoorbeeld binnen de fysiotherapeutische zorg valt, kun je bij verschillende praktijken, niet iedere praktijk heeft dat, maar bij verschillende praktijken, zeker onder een sterk gereduceerd tarief, kun je onder behandeling of in ieder geval onder begeleid sporten. Dat gebeurt vaker ook in groepsverband, wat ook heel erg leuk is voor de patiënten zelf. En het geeft ook een soort, creëert een buddy effect. Goedemorgen mevrouw. Ik zie dat u heel druk aan het trainen bent. Komt u hier vaker? 2 keer in de week. Zo. En u traint... Iedere dag. Iedere dag? Ja. Langzaam iets minder. Ik kan thuis nu ook van alles doen. Hè. Ja. En het is misschien een onbeleefde vraag aan zo'n mooie dame, maar mag ik vragen hoe oud u bent of hoe jong u bent? Ik ben verleden week 92 geworden. Tjonge, nou dat vind ik wel iets om respect voor te hebben. Maar merkt u ook verschil sinds u traint? Ja, zeker. Als ik kom, loop ik niet zo fel. 'S middags ga ik flink naar huis. Ja. Maar ik heb altijd veel in sport gedaan en zwemmen. Misschien is dat een goede sport om tot je oude dag te blijven doen. Hè? Ja. Ja, alleen 1 oog is slecht en dat is een groot bezwaar. Ja. Ik kan niet goed meer lezen en dat is wel jammer. Ja. Herkende dat mensen niet goed op straat. Ja. Maar ik kan nog heel veel. Ja, en ik zie dat u zelfs met gewicht aan het trainen bent. Het ziet er gewoon heel stoer uit, hè? Kijk eens. 15 keer doen. Ja. Spierballen. Spierballen. Ik denk dat u het levende bewijs bent van iemand die heel vitaal is gebleven, geestelijk en lichamelijk, door veel te sporten. Ja. Ja. Zou je kunnen stellen dat sporten je ook geestelijk gezonder houdt? Ja, zeker. Lichaam en geest zijn onlosmakend met elkaar verbonden. En dus naast natuurlijk train je lichamelijk, train je je lichaam, maar daarbij ook geestelijk. Absoluut. Bekend is dat als je ouder wordt je spierkracht afneemt. Zijn jullie daar speciaal mee bezig?
Nou, spierkracht is één heel belangrijk onderdeel van onze therapie. Maar natuurlijk ook het hebben van genoeg mobiliteit of stabiliteit. Dat wat ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld minder kans hebt op vallen. Dat soort dingen zijn bijvoorbeeld heel belangrijk. Oudere mensen hebben daar toch heel vaak de neiging tot ze helaas vallen. Nou ja, dat zijn bepaalde valtrainingen. Zijn daar heel erg belangrijk in. Absoluut. Absoluut. Ja. Stel, je hebt al te maken met zo'n ouderdomskwaal. Je hebt al een vorm van dementie, Alzheimer, Parkinson. Er zijn zoveel, er vallen zoveel onder de naam dementie. Moet je het dan opgeven of zeg je nee, dan moet je juist aan de slag? Nee, het is juist belangrijk om als je al dementie hebt, het is vastgesteld, of Alzheimer of iets dergelijks, is het juist van belang om te gaan sporten. Dat is gewoon aangetoond dat het degeneratieve proces doet remmen. Het zal het niet helemaal stoppen, absoluut niet, maar het doet het wel remmen of vertragen. Meneer Nicolai, ik zie u in een heel indrukwekkend toestel zitten. U bent aan het trainen, doet u dat vaker? 2 keer per week. Kunt u merken dat u daar resultaten mee heeft? Ja, ik voel me dat beter door. Dus ik ben 79 jaar, dus... Dat is een levend bewijs dat het goed voor iemand is, hè? Ja. Want u ziet er heel goed uit. En ja, alsjeblieft. Ja, het is gewoon heel fijn. Zou u andere mensen van uw leeftijd aanraden om te gaan sporten? Dat zeer zeker. Mijn vrouw doet het ook. Ik ga ook 2 keer naar sporttherapie doen, maar niet hier. Dat kan ook, hè? Er zijn ook andere therapieën en reguliere sportscholen waar je kunt trainen, onder begeleiding, denk ik. Gebeurt dat wel onder begeleiding of doet ze het helemaal zelf? Zij doet het onder begeleiding, ik doe het helemaal zelf, maar ja, de mensen zijn hier. Ja, het is inderdaad zo dat je kunt stellen dat je dementie, Alzheimer, etc. kunt beperken door te werken aan de risicofactoren. Deze risicofactoren kun je verminderen door actief te sporten, te bewegen, voldoende activiteiten te doen, waarbij je dus lichaam en geest gaat trainen. Als je nagaat dat in 2040 meer dan 500.000 Nederlanders aan dementie of een andere ouderdomsgerelateerde ziekte zullen lijden, dat is de voorspelling. Dan is het dus heel hoog tijd dat we met elkaar gezamenlijk vitaal gaan vergrijzen.